Mijl is een nieuwe carnavalsvereniging rijker. Carnavalsvereniging De Knaptoet in Mijl maakt na 12 jaar een nieuwe start onder een andere naam. Die nieuw opgerichte vereniging heet De Vengneuzen. We zijn een 2 jaar geleden het idee is ontstaan om te kijken naar de jeugd van de 12 tot 16 jaar. Hoe kunnen we die weer carnaval laten vieren? Dat was niet zo en dat wilden we wel graag. Maar ja, als Kievloed zijnde, hoe gaan we dat dan en zwengelen? Hoe gaan we dat nou vorm geven? En zo zijn we toch al een tijdje al in gesprek geweest met elkaar binnen de Kievloed van hoe gaan we dat en vliegen. Dorpsoverleg daar eigenlijk het initiatief mee opgepikt, is super enthousiast aan de slag gegaan. En daar hebben we als Kievloed Ger willen ondersteunen door middels plaats te nemen in het bestuur van de Vengneuzen. Maar ook door een dienstenveiling te organiseren en die zeg maar, in de tekens van de jeugdcarnaval van 12 tot en met 15, 17 jaar. Een Vengneus is een jeugdig iemand die niet op zijn mondje is gevallen. Wij wonen eigenlijk in eerste instantie een aantal namen hebben, waaronder de oude naam, de Knaptoet. Maar de Knaptoet, dat is een spel van 70 jaar geleden. En wij wonen iets nijs, iets innoverends en vandaar dat wij gekozen hebben voor de naam Vengneuzen. In zo'n 2 maanden tijd werd een nieuwe vereniging opgericht. Iets waar de nieuwe heersers van de Vengneuzen erg blij mee zijn. 10 jaar geleden was de Knaptoet er nog en ja, nou is het wel leuk dat de Vengneuzen er zijn, ja. Want de vastelovend voor tieners was er de afgelopen jaren niet in Mijl. We gingen wel mee met de ouderen, met de Kievloed en zo. En 3 jaar geleden heb ik ook niet bij de keizer gezeten. En dat was ook mooi. Maar nu is het wel leuk dat het echt voor tieners is, ja. We hebben nu van 0 tot aan het verzorgingstehuis. En daar ben ik ongeveer 90 jaar. Dus als we de Heijmeijers in Mijl ook nog eens een prins vingen, dan is de Kievel helemaal weer rond. Nee, maar wij zijn hier, als Kievloed zijn we super, super trots hierop. De initiatief daar hebben we gesteund van begin af aan. En ik denk dat we daar ook met heel veel enthousiasme willen uitstralen. En dat we daar hopelijk ook een beetje trendsetters in de toekomst. Niet nog het negatieve van het carnaval, want het werd minder en minder. Nee, in Mijl werd het meer. De nieuwe naam van de Raad van Elf werd eind januari onthuld. Tevens werden de namen bekendgemaakt van het prinsenpaar. Prinses Maud Droog en prins Bram van Dijk zijn de eerste heersers van de Vengneuzen. Dinsdag doen we ook nog mee met Kievloedtref hier in Mijl. En dan hebben we ons eigen Vengneuzenlied gemaakt, zeg maar. En dat dragen we dan op, dat gaan we dan zingen. Door Kiekwonderut, ja, en door de optocht. Dat is ook altijd mooi, ja. Kreeg je ook een aparte wagen dan en zo? Ja, daar zijn we wel flink mee bezig, ja. Ja. De vereniging hoopt de komende jaren de tienervastelovend in stand te houden. De Vengneuzen zijn deze vastelovend dus prominent aanwezig. Met de winterstop, bij de voetbal en de cross, gaan wij deze vastelovend goed los.